10 minuten loopafstand van de airport terminal, midden in Schiphol Central Business District, ligt The Base. In 2015 herontwikkeld en inmiddels een zeer aantrekkelijke locatie voor verschillende bedrijven. Vanwege het succes van The Base is in september 2017 gestart met de bouw van The Base D. Het kantoorgebouw van zo'n 6000 vierkante meter wordt direct verbonden met de bestaande Base met al haar faciliteiten. De keuze voor een nieuwe vestigingslocatie is voor ondernemingen een belangrijk en complex proces. Daarom ontwikkelde Schiphol Real Estate ter ondersteuning van deze buyer journey een marketingcampagne met diverse on- en offline touchpoints, gericht op prospects en vastgoedadviseurs, waarbij de beleving centraal stond. De doelgroepen werden in de verschillende fasen van deze buyer journey bereikt door middel van een meetbare marketing automation campagne. De zogenaamde awareness werd gecreëerd door onder andere getargete posts op LinkedIn en een e-mailing met daarin de link naar de animatiefilm van het nieuwe gebouw. Hiermee werden de prospects en vastgoedadviseurs bekendgemaakt met de nieuwbouw van de BSD. Met LinkedIn-posts en e-mails met links naar de app van Schiphol CBD, de digitale brochure en een aanvraagformulier voor de Base VR Cardboard werd in de consideration fase meer informatie over de Base D verstrekt en verdere interesse opgewekt. De buyer journey wordt afgesloten met een rondleiding in de Base met een augmented reality beleving, een bezoek aan de marketing suite en een virtual reality experience van de Base D. Het leasingteam zal de prospect vanaf dit moment begeleiden in de decision fase. Kom de Base zelf ervaren. Je bent van harte welkom.